Deze beschouwing die gaat over ruzie makende mensen. Ik denk niet dat je kan zeggen dat ik ruzie makende mensen aantrek, denk ik. Maar het lijkt wel zo. Ik heb een bedrijf gehad. We waren met vier fanuuten. En toen gingen de heren onderling uh, ja, ruzie maken. Een ordinaire uh, ja, toestanden. Ik heb daar zelfs een, een therapeut bij gehaald. Van, er gaat iets helemaal niet goed. Er wordt niet overlegd. Uh, men doet maar wat. En dan lopen er dingen in het honderd. En dan gaan we lopen vloeken. En die therapeut was een aardige vrouw. Daar kwam verder helemaal niks uit, by the way. Ja, je kan wel, dus zij was dan gespecialiseerd in dat met dat, dat negen gedoe. Alles met het getal negen. Je hebt een mooie naam. Maar ja, daar kan je wel zo'n kosmologische theorie er tegenaan leggen. Maar als mensen in die modus zitten van uh, ruzie maken. Dat... Ja, dat is zo basaal. Dat... dat kan je niet wegwapperen met een idee. Oh, het is allemaal, uh... oh, het is allemaal met. Uh... Oh, en en of zo, en en zo iets. En dat bedrijf kwam niet tot ontwikkeling door al die Russies en die achterdocht. En de daarmee samenhangende luiheid van... Ja, oh nou, uh, die, hink, die, die doet ook helemaal niks en uh, waarom moet ik het dan doen? Hè, hij doet toch ook niks? Nu, 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 dan, 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 dan kan ik wel wat gaan doen, maar dan ben ik dus de enige, snap je? Als hij ook niks doet, dan nou, doe ik ook niks. Ongelooflijk. En dan kan je je afvragen wat er gebeurd zou zijn als we geen ruzie hadden gemaakt... Zouden we dan de coronacrisis nu aan het overleven zijn? Ja, dat weet ik ook niet. Maar we hadden wel meer geld verdiend. dan we nu verdiend hebben. We hadden echt prachtige accounts. We hadden de Gemeente Amsterdam als account. Dan zit je geramd, Maar dan moet wel iedereen meewerken. Ja. En als we dan alleen maar gaan lopen ruzie maken en jij bakken. Dan... Of ja, alleen maar is overdreven, maar ergelijk vaak. Ik heb hem meegemaakt dat de man die was verantwoordelijk voor de hardware bij ons op het kantoor. En dat serverhok, wat er was... Dat stond vol met uh, rotzooi. En een nabijgelegen uh, gewone kantoorkamer. Daar had die vent uh, heel uh, professorisch uh, een bureau ingezet. En, uh, en daar stonden de computers een beetje op elkaar gestapeld. En alle kabels door elkaar en het toetsenbord, uh, toetsenbord op de grond. Ja. De computermonitor op het bureaublad. En de toetsenborden en de muis en zo uh, op de grond. Want anders past het niet. En dan wil ik uiteindelijk, omdat ik het helemaal beu ben om zo onhandig, ik moest heel vaak in de serverruimte zijn, dan was ik het helemaal beu. Ik denk, nou, dan gaan we wat aan doen. Hè? Namelijk het serverhok, uh, al die rotsel die erin staat, die gaat even lekker naar het grofvuil. Dan gaan we schoonmaken. En dan gaan we één voor één de computers in de serverhok zetten die er horen. Dat is ook gebeurd hoor. Maar die man die dan verantwoordelijk was en die dus zijn werk niet deed. Die heeft dwars gelegen joh. Zo. Heel vreemd. En jij denkt dan waarschijnlijk van ja, maar kijk, het is ook zijn werk. En uh, ja, dan ga je wel op zijn terrein. Ja, daar heb je gelijk in. En er moet wat gebeuren. Want ik zit, uh, nou, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien keer per dag zit ik dan eventjes in de serverruimte. En dan zit ik dus op mijn knieën. En, en een soort halve yoga oefening te doen. Om dan onderin moet je het een beetje typen zo. En heb je ook nu die muis? En dan moet je zo naar boven het tafelblad uitkijken voor die monitor. Ik krijg gewoon nekpijn van. Dus er moet wat gebeuren. En zo iemand gaat dan ruzie maken. Opmerkelijk. Als ik dat nu weer zo'n keuze zou hebben. Ik zou geen. Nee, ik zou heel losjes misschien willen samenwerken met andere mensen. Maar niet meer in een bedrijf dat je aan elkaar vastzit. Want je hebt van die ruziemakers. En als je daar aan vastzit, dan heb je een probleem. In het algemeen gesteld dus, voor jou geldt dat ook. Als je zo'n ruziemaker in je omgeving hebt en je zit er aan vast, dan heb je een probleem. En het laatste wat je moet doen, is boos worden op een ruziemaker. Want als je dat gaat doen... Dan word jij ook een ruziemaker. En het is een uitdaging om je, je woede, je verdriet, je teleurstelling, om die. Om die niet af te reageren. In de zin van. Uh, hou er eens een keer op met een stomme geruzie, maak voor jou. En nou, heb ik er genoeg van. Of hoe, hoe je het ook maar zegt. Hè. Dus, uh, meestal veroorzaakt het weer heel veel contra. En, en, en dan kom je er helemaal niet meer uit. Hè. De moeder van mijn kind. En dat is ook zo'n ruziemaker. Echt elke dag opmerkingen. Lopen ze door. Schieten ze op. En, uh, ik heb er helemaal genoeg van. Wat is hier aan het? je kapot schrikt. En begreep ze iets niet. En dan uh, gelijk ze reden. En de baas spelen. En dan probeerde ik wel eens met haar te praten. Van vertel nou eens wat je wil. Hè? Wees eens duidelijk. Je kan wel zeggen dat je niet tevreden bent, maar geef nou eens aan wat je wil. <laughs> Waar gaat het om? En dat ik er ook uh, pen en papier bij pakte. En dan gaat ze wat vertellen en dan. En dan wisselt ze van onderwerp en dan pakt ze van alles bij. En dan is ze een kwartier aan het praten. En dan ga je helemaal tuten met je oren. En dan weet je niet meer wat ze nou aan het begin ook weer zei. En, en wat heeft eigenlijk het grote geheel als één boodschap nou van inhoud? Of anders gezegd, uh, waar gaat het over? Dan pakte ik pen en papier erbij en dan ging ik te dus schrijven. En dan had ze wat gezegd, zei ik: Oké, okay, stop. Dus jij bedoelt. En dan schreef ik dus op in het kort wat ze dan bedoelden. Jij bedoelt uh, echte soep uh, zonder prei is niet lekker. Zo, hè? Dus echte soep zonder prei is niet lekker. En dan las ik dat dan op en zei: Ja, nee, dus zo moet je dat niet zeggen. Ik bedoel. Dan kon er weer een heel ander verhaal. En ik zei: Weer doorhalen, oké, okay, dit is het dus niet. Maar dit ben ik wel gezegd. Dat is echt niet uit te komen. Als ik met haar praatte... Dan, wat ze deed, continu, dat is mij in de reden vallen. Ik heb nog geen drie woorden gezegd of ze reageert al. Ze luistert helemaal niet. En toen hadden we zo'n spelletje met een uh, zandlopertje. Ik heb dat zandlopertje uit het uh, spelletje gepakt. En met die zandloper gingen we dan praten. Ik zei, dus... Uh, de zandloper gaat aan, jij mag beginnen. En als die zandloper erop is, dan mag ik weer was, uh, wat zeggen. En dan wordt hij omgedraaid. Nou, en dan vertelde zij haar verhaal. Dan dacht ik, nou oké, okay, ik begrijp het. Nou, en dan reageerde ik daarop met een voorstel. Oh, ik snap wat je wil. Jij wil graag zus en zo. Uh, ik vind het belangrijk dat het uh, 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 goed geregeld is. Wat we zouden kunnen doen is, een uh, uh, gulle middenweg. En dan ben ik helemaal uitgesproken, ben ik door mijn tijd heen. En dan draaien we de zandloper om. En dan herhaalt zij zo adem. Oké, okay. nou. En uh, ik, uh, la. <coughs> en dan herhaalt ze wat ze eerder heeft gezegd. Ze luistert helemaal niet. Zij luisteren voor haar staat gelijk aan. Nou, er komt allemaal geluid uit een ander mens. En dan moet je wachten tot het geluid ophoudt, en dan mag jij weer geluid maken. Dat heet praten. de beurt. Ja, ja. En zij is een ruziemaker. Door haar kreeg ik dus ook ruzie met iedereen waaraf iedereen. Dan leende ze van iemand uit de buurt een, een schuurmachine. En daar deed ze vervolgens niks mee. Die stond bij ons in de gang. En dan kom ik die man tegen op straat en, en die zegt van ja, trouwens, die schuurmachine komt hij nog een keer terug. En ik tegen hem van, nou ja, ik zal er even. Uh, dus Volgens mij is ze nog niet eens begonnen. Maar ik, ik zal wel tegen ze zeggen dat ze moet opschieten. Dat geef ik dan door. En dan doet ze nog steeds niks. Zegt die man het nog een keer tegen mij? Nee, ik weer naar haar toe. En dan bij de derde keer dat ik die man tegenkom. is hij inmiddels echt over de seik. En dan zegt de ding, dat komt nu binnen zoveel dagen terug. Anders kom ik hem ophalen. Ja, dat heb ik dan weer. Dat die man een beetje boos te doen tegen mij. Van Dori, die vrouw van jou toch? Als de ruziemaker. En dan zit je dus aan zo iemand vast, bijvoorbeeld in mijn geval: dat je ermee getrouwd bent en je hebt een kind. Je kan het ook hebben met een ouder. Die zo is. Een ouder die niet luistert. En heel bazig is. De confrontatie aangaat. En Nou heb ik er genoeg van. Ik moet nu een ene denken aan die grappige Australische vrouw Sydney Watson. Ik vind haar wel leuk. Die doet uh, politieke commentaren. Ze heeft heel veel subscribers. En... Ze doet dan ook uh, advertising. Maar dat is dan niet met. Uh, dat leest ze dan voor. Dan speelt ze even een toneelstukje. En die heeft een leuke openingsfraze gehad. Van. Uh, Um, en ik ga straks niets tegen je staan schreeuwen, want ik ben je moeder niet. I'm not gonna yell at you because I'm not your mom. Dus het is heel algemeen bekend is dat je vastzit aan een ruziemaker. Mijn directe baas op mijn werk... Dat is er ook zo in. Die heeft nou zo'n beetje iedereen in het schoonmaakteam. die ik dan persoonlijk wel eens ken. Hè? We spreken. Een mannetje of zeven of zo. Die... die ik dan ken. En die hebben we allemaal. Uh, maar gehad met hem. Hij heeft iedereen beledigd. Nou, daar zit ik dus mee opgeschreven. Nou, regel 1 is: uh, niet boos worden op die man. Niet tegenin gaan. En bij mijn werkgever hebben ze zo'n vertrouwenspersoonstructuur. Dus je kan je verhaal wel kwijt. ...de vraag is of ze er wat aan kunnen doen. Dat zien we dan wel weer. Kijk, die ruziemakende mensen... Dat, ...je kan het zeggen, die zijn geestesziek. Die mankeren wat. En neem onze overheid, dat is ook zo'n voorbeeld van een ruziemaker. Die luistert ook niet. Heel bazig, heel dominant. En daar zitten wij ook aan vast. Nou, en daarvoor geldt ook weer hetzelfde: niet boos worden op de overheid. Wat heb je er aan? Er is zo'n man, Shri, dingen, Rein... ze Sid... gaan... Ja, Auribindo. Shri Auribindo. Dat is een hele relaxte man. Hij dronk graag een glaasje rode wijn. En hij had een tijdschrift. Met van die kosmologische beschouwingen, en uh, peace all over the place. En harmonie. En hij had een vrouw. En die heette Mother. En die twee. Dat was niet een stelletje. Dat waren meer een soort papa en mama. En die Sri Auribindo, die kende persoonlijk uh, bomaanslagplegers. Daar ging niet mee om. Hij keurde het, het gebruik van geweld helemaal af, eh? Sri Auribindo. Maar hij keurde die mensen niet af. Die, die persoonlijke contacten. Dat is iets anders, dat is de mens. Die uit wanhoop. Dat dus is een India met die onderdrukking. Mensen pikten het niet meer. Het was in die tijd dat ze... Ze, ze bliezen treinen op. Spoorwegen, zo. Jojo... Kijk, ja, die ruziemakende mens... Die, die... die heeft een achterdocht... naar de wereld toe. En de, die achterdocht die... is... Ja, ik denk in alle gevallen... is die achterdocht ontstaan door een trauma... In de jeugd. En dan zit die achterdocht zit erin. En die achterdocht die creëert een angst. Dus die mensen zitten in een continue stroom van angst. Ook een heel klein beetje. En die angst die onderdrukken ze dan. Zo, en dan gaat het wel. Maar die achterdocht die blijft. En dat kan alleen maar komen doordat er niet goed wordt nagedacht. door de moleculen in kwestie. Dus het denken is niet goed. Want je hoort niet achterdochtig te zijn. Ja, je moet voorzichtig zijn. Dat is, uh, dat is wat anders. Het is ook wel grappig met de moeder van mijn kind. Dat ze. zij is bijzonder achterdochtig en, en angstig en zo. Zij is een keer tijdens een Sinterklaas-optocht uh, helemaal doorgeslagen. Een krijsjongen. Helemaal van het padje af. Totale paniek. Al die, al die geluiden, ja, die het overprikkelt. Dan zijn er zijn te veel geluiden en zo. En dan komt die angst. En dan moet ze weg. Maar ook heb ik het met haar meegemaakt dat zij achter het stuur zat van de auto... en dat ze tot drie keer toe een rotonde opreed... Alsof zij uh, voorrang had. Want zij kwam van rechts. Dan zei ik tegen haar: Je hebt geen voorrang hier. En dan moest ze lachen, joh. Oh, oh. Vond ze grappig. En toen deed ze het nog een keer. <laughs> van, oh, mag dat niet? Oké, okay, dan doe ik het nog een keer. Serieus? Hè? Ik heb bevonden. Uh... Ja, die mannen die hadden dat wel in de gaten. Dus die gingen allemaal vol in de rem. Ja, van, ja iemand die knalt er zomaar op. Ja, dan ga je maar remmen. Hè. Drie rotondes achter elkaar. Jojo. Kijk, en op zo'n moment... Eh, op zo'n moment zie je dan iemand die dus geen angst kent. ...angst daar waar die gepast is. Want als je zomaar een rotonde opscheurt... ...terwijl je helemaal geen voorrang hebt... ...ja, wat gebeurt er dan? Als de politie het ziet, krijg je een bon. En als je drie keer achter elkaar doet, dan wordt je rijbewijs ingenomen. Mag ik hopen. Dus daar waar zij... Angstig zou moeten zijn, daar ontbreekt die angst. En die angst ontbreekt omdat ze de situatie niet doorgrondt. En dat komt omdat haar denken verminkt is. En dat is het dus met ruziezoekende mensen. Zij nemen dus ook grote risico's. Ja, dus aan de andere kant zijn ze. Nou, dit nu is niet. nou nee, ik moet helemaal heel weer benepen. En op andere fronten nemen ze enorme risico's. Ik heb zo'n. bij dat bedrijf. er zat een collega en die was verantwoordelijk voor de backup. Zijn de reservekopieën van de gegevens van onze klanten. En dat zijn zeer waardevolle megabytes. Namelijk zo'n beetje de hele administratie van de klant in digitale vorm. Alles met PDF's erbij. Ja, een complete digitale administratie. Debiteuren, crediteuren, personeelsleden, abonnementen, verkoop, marketing. Nou, dat moet elke dag moet dat gekopieerd worden naar een veilige plek. En um, ja, als er een keer wat fout gaat, dan moet er een reservekopie zijn. Ja, tot en met ja, twee, drie, vier jaar geleden of zo. Dat zou mooi zijn. Maar in elk geval van gisteren, eergisteren, nou, eigenlijk de hele afgelopen week. En dan elke maand. of. Nou, en dan ga ik op een dag ga ik het backup-systeem in. Want ik moest een database hebben om te testen. Een klant had een probleem gemeld. Ik zei: Nou, ik pak even een kopietje. En dan ga ik er weer zoeken. En. Toen was het uh, betreffende vakje in het depot van die klant was leeg. Er waren geen databases. De oudste was, uh, weet ik veel, uh, drie weken oud of zo. Dus ik schrik me helemaal een hoedje. En ik bel die collega op. Ik zei: Hé hey man. We hebben geen backups van de afgelopen drie weken van die en die klant. Ja, hij, dat klopt. Want uh, die heb ik uitgezet. Ik zeg wat? <laughs> ja, zei hij. Ja, die database, die was zo groot, man. Dus ik denk, ja, zulke grote databases. Uh, ja, Zoveel ruimte hebben we niet, hoor, op de harde schijf. Dat past niet. Maar dat is heel risicovol gedrag, wat die man dan doet. Ja, punt 1, de backup uitzetten is een... is zoiets als een halsmisdrijf, wat mij betreft. Er zal maar wat gebeuren. De, de, je zal maar een headcrash krijgen op je schijf. En dan heb je geen backup. En dan is het dat bedrijf is failliet. Dan dus is het in één keer de administratie kwijt. Ja, ja. En punt twee. Uh, Zoiets doen en dat niemand vertellen. In de zin van uh, ik zet hem uit en uh, ja, is mijn probleem opgelost hè? Doei. Niet eens doorgeven. En. Zo'n man is een ruzie maken. Nog een keer. Opmerkingen maken, jongen, over zijn collega's. Zo. Ik werk niet meer met hem samen. Dat lijkt mij niet meer dan logisch. Dat is ook zo'n vent en die als het dan. Eh, eh, het puntje bij het paaltje komt. en er moet even doorgetrokken worden. of zo. die dan rustig zegt: van... Oh ja, nou, ik heb geen zin. En trouwens, dit is jouw project. Ja. Zo'n type. Ja. Dit is van mij. en dat is van jou. Het verminkt denken. Kijk, als je in een onderneming werkt. dan. ja. Je moet het samen doen. Dat merkte ik dan ook met klanten bijvoorbeeld. En was er wat misgegaan in het project en iemand bij de klant had helemaal, helemaal blunder gemaakt. Dat gebeurt. Hè? Nou, en dan heeft die klant het over. Ja, ja, dat is wel heel vervelend zo. Maar ja, het budget is op en uh, ja, wat nu? Ja, dan zeg je nou er is nog niks aan de hand ja. Ik, ik fix het wel dit weekend. En uh, we lullen er verder niet over. Nou, dan heb je vervolgens een tijdje later dat er aan onze kant, bij de programmeurs, dat we daar een ackefietje hebben. En dan bel je die klant op en zeg je, nou we hebben ackefietje. En uh, ja, zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om de volgende mutaties op de hand door te voeren? Want als wij dit technisch moeten gaan doen, dan kost ons veel te veel werk. En beter gaat er iemand met een stapel formulieren. Uh, en we type de typen de type op het toetsenbord. En dan zegt zo'n klant: Oh, ja, dat is goed joh. Ja, stuur me even. Heb je? Want jij doet niet zo moeilijk als daar een probleem is. En dan is het ook andersom ook niet moeilijk. Terwijl als je dat hard gaat spelen. Ja, dan gaat alles volgens het boekje en dat is niet optimaal. En ruziemakende mensen, die snappen dat niet. Die, die doorzien dat niet. Die denken alleen maar van, ja, dan doe ik nu wat voor jou. Dat snap ik wel, dat ik nu wat voor jou doe. Maar hoe komt dat dan terug dan? Dan moet ik er zeker zelf om gaan denken of zo. Die zijn wantrouwig. Ze willen wel wat voor een ander doen, maar dan willen ze er wel gelijk voor betaald krijgen. En met die mentaliteit kom je er in het leven niet mee weg. Het heeft niks te maken met de Bijbel. Het is een algemene waarheid. En je kan zeggen van nou dat. Dat de, de ruziemakende mens die is wantrouwend van aard. En in de Bijbel vind ik mijn mooiste verwoording van de plek waar ik het vertrouwen vandaan moet halen. Dus ik ben niet meer wantrouwer, want dan pak ik Matthäus 7 vers 1 en denk ik, oh ja. Of een mooie psalm. De Heer is mijn herder. Hij leidt mij langs grazige weiden. En dat werkt zonder meer. Maar als je dat dan niet hebt, van. Uh, ja, houdt niet van lezen. Of zo, dan moet je het maar ergens anders vandaan halen. Het punt is, dat leven vanuit wantrouwen, en dat geeft dus een continue stroom van angst. En die gaat jou vroeg of laat nekken. Snap je? We hadden gisteravond een hele leuke discussie met Mira en... Kenny. En Kenny is van ons drieën verreweg weg de de zwartst kijkende. En gisteravond moest hij toch toegeven dat hij het eigenlijk niet zo somber inzag. Dus dat hij wel vertrouwen heeft. En ik vind ook dat je alle reden hebt om vertrouwen te hebben. Ook nu met die coronacrisis. Het wordt heel erg hoor. We, hebben, we staan nog maar aan het begin. Het wordt een. Die handhavers. Dat wordt een. Uh, ja, dat wordt een fenomeen. Dat zei Kenny ook. want er zijn mensen. en die scheppen er plezier in. om andere mensen te koeieneren. En die mensen. die pikken ze eruit. en die krijgen allemaal een baan bij handhaving. Dus dat die lui geselecteerd worden. op het feit of het wel ruziezoekers zijn. Ze moeten wantrouwige mensen hebben. Ja, en die wantrouwige personen die nemen ze allemaal aan bij handhaving en die gaan ons lopen koeieneren. Ik denk dat Kenny dat goed inziet. En dat die controle op het vervoeren en zo. Dat gaat alleen maar toenemen. En je krijgt gekke dingen als... Uh, wat hadden ze in de Kalverstraat in Amsterdam? De, was het zo druk dat ze daar éénrichtingverkeer hebben geïntroduceerd. Dus... Als je door de Kalverstraat loopt en dan loop je langs die ene jeanswinkel... En dan denk je, ja, oh, nou, het zou kunnen, het zou kunnen. Maar hij ja, weet eigenlijk niet. En dan loop je nog even door. En dan kom je bij die andere jeanswinkel. En daar hebben ze het echt helemaal niet. En dan kijk je nog even naar de volgende jeanswinkel. Dan denk je, oh nee, laat maar zitten. Die eerste jeanswinkel. Ik moet terug. Hè? Ja, nee. Dan moet je doorlopen tot aan de dam. En dan moet je buitenom helemaal terug naar het begin. En dan mag je er wel vernieuwen. Ja. Uh... <laughs> je okay, twee kilometer extra lopen. Vanwege de corona. En dan uh, handhavers erbij. Hè, die mensen aanmanen. van hé. Hey, niet tegen de stroom inlopen. Dus als je dan eens denkt. van ja. die winkel waar ik naar terug moet. die, die zegt. dit is één deur terug. En als dan moet je echt kijken. dat er geen handhaver staat. Want als die ziet. dat jij van nummer 79 naar nummer 78 gaat. dan zei hij. hé 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 hé. Het is één richting verkeer hier. Jij besmettingshaard. En dat is ook zoiets, hè, die, die coronatesten. Wat ik ervan begrepen heb, is dat ze testen op de aanwezigheid van antilichamen. En daarachter zit het verhaal dat ons afweersysteem. wanneer dat in contact komt met een virus of whatever, dan uh, wordt er een antilichaam ontworpen. Dus je hebt dus verschillende soorten antilichamen en die worden gemaakt door het afweersysteem. En die zijn dan specifiek tegen een nou, indringer, foutfenomeen ofzo. Antilichamen. En dan gaan ze kijken of de antilichamen die door het coronavirus worden veroorzaakt, of die voorkomen in je bloed. En als dat zo is, dan heb je dus corona in je bloed gehad. Of je hebt het nog steeds. Want jouw lichaam heeft die antilichamen aangemaakt. Oké. Okay. Maar hoe test je nou of iemand corona heeft? Ja, zullen ze zeggen, die antilichamen. Ja, maar hoe kan je dan nou weten dat die antilichamen door corona komen? Dan moet je toch eerst een coronatest hebben. En een test op die antilichamen. En dat je kan laten zien, kijk, deze mensen die hebben allemaal wel corona. En die hebben allemaal die antilichamen. En deze mensen hebben allemaal helemaal geen, geen corona. Ja, wel hoesten, en wel koorts, en braken, en spierpijn, en hoofdpijn, en kortademig, en wat heb je nog meer? Dat wel allemaal, maar geen corona. En die hebben ook die antilichamen niet. Kijk, dan weet je dus dat die antilichamen test, dat die klopt. Maar primair is dat je corona moet kunnen aantonen. En dan die specifieke, want corona is een familie van virussen. En dan zeggen ze ook nog dat die, die virussen dat die voortdurend muteren. Ja, dan ben ik helemaal de, de klus kwijt. Want als corona muteert, is er dan nog steeds wel corona. En ook heb ik me laten vertellen dat al die mutaties. De meeste mutaties, bijna 100% van de mutaties. die zijn niet levensvatbaar. Een leven, nou, virus leeft niet, maar. Dat, die werken niet. Dat is ook niet zo gek natuurlijk, dat dat zo is. Dan ga je terug naar die coronatest. Nou, ja, ik ben dus wantrouwig. Op de waarde van die test. Ja. Ja, wat is de kans dat die test uh, positief uh, oplevert? Terwijl je het helemaal niet hebt. Wat is de kans? Dus dan moet je een bevolkingsgroep nemen en die heeft helemaal geen corona. En die ga je dan uh, testen op uh, corona. En dan kijken of uh, de coronatest inderdaad nul oplevert. Maar ja, doe het maar eens. Hoe kom je nou aan een groep mensen waarvan je zeker weet dat ze geen corona hebben? Nou, dan doe je eerst de coronatest. <laughs> Ja, ja, ja. Ik ben wantrouwig naar uh, de, uh, de waarde van die coronatesttoets. En mensen zijn wantrouwig omdat um, ze denken dat ze het misschien hebben. En dat laatste dat is niet rationeel. Kijkend naar de sterftecijfers hier in Nederland, de groep van 0 tot 65 jaar heeft niet of nauwelijks wat gemerkt van de sterftegolf. En de sterftegolf die we hebben gehad, die vond plaats in de acht weken van de eerste acht weken van de lockdown, de gebiedsafsluiting. En de gebiedsafsluiting kwam dus in week 12, zondag 15 maart. En in de acht weken daarna zijn er meer dan 9000 mensen meer overleden. dan in dezelfde periode vorig jaar. Kijk, dat heeft niks te maken met een virus. Dat heeft te maken met het effect van een gebiedsafsluiting. En mensen die zo wantrouwig zijn, die. die weten die, die feitelijkheden niet. Ja, die ik je net vertelde. En. Ze nemen maar aan. En ze gaan bijvoorbeeld met mondkapjes op over straat lopen. Ik heb me laten vertellen dat als een virusdeeltje op reis gaat, dan moet het binnen anderhalve minuut moet het een gastheercel hebben gevonden. Want anders is het dood. Dus ja. En dan gaan mensen over straat lopen met een mondkapje. Dat is wantrouwen. Ongefundeerd wantrouwen. En het is natuurlijk hartstikke zielig voor die mensen. Vind ik. Ik zat in de bus laatst en er zat een oudere vrouw en die had dus een mondkapje. En dat was letterlijk een mondkapje, namelijk haar neus was helemaal vrij. Dat vind ik ook. Met zo'n ding over je neus gaan zitten. Pff, yeah. Dat is ook helemaal niet gezond. En de lucht die je uitademt, die moet weg. En die moet je niet uh, ja, vasthouden in een mondkapje, zodat je er weer mee in gaat ademen. Dat, is, dat slaat nergens op. Dat snapt een kind, neem ik aan. En dan vond ik wel leuk dat die oudere vrouw dacht: als ze kunnen Batsen, ik hou mijn neus lekker vrij. Ja, waarom niet? Nee, ik ben helemaal niet bang voor corona. Ik was ook niet bang voor de Mexicaanse griep. Weet je nog meer? SARS. Ebola, Aids. Ze hebben nooit wat gezegd. Polio. Pokken. Ik ben ingeënt, dacht ik, voor polio. Of pokken. Ja, pokken heb ik uh, gehad. Nou, dat was verder niet erg. De mazelen heb ik gewoon gehad. Ik denk, ja, de ding als de bof of zo. Ik dacht dat ik geen rode hond heb gehad. En dat schijnt dan... Vervelend te zijn als je een rode hond krijgt op latere leeftijd als man. Want dan kan je onvruchtbaar worden. Maar ik heb ook op latere leeftijd geen rode hond gehad. En ik ben nou niet echt een bijster gezond iemand. Vrij normaal gezond. Mijn vriend Wim Kruidertuin is net zo gezond. Wij gaan ook helemaal nooit naar de dokter. Tja, vol van vertrouwen, zullen we maar zeggen. Wim is absoluut geen ruziemaker. En dat is prettig. En dat zijn de mensen waar je, waar je mee om moet gaan. En die mensen die ruzie maken, daar, ja, daar moet je er dus niet boos op worden. En ga daar maar aan werken. Zo. Er is niet echt een algemene receptuur voor. Ja, zal, je zal maar een moeder hebben die zo is. Ja, toch. Of een, een partner. Of buren. Ja. Je baas. Een collega op het werk. Het is moeilijk. Om je staande te houden. Dus alle begrip voor mensen die in zo'n situatie zitten. Je hebt geen keus. Dus niet boos worden op die ruziezoeker. Er zat zo'n mooie ergens in: Romeinen. Vengeance. Mine. Zes de Lord. En zo moet je het zien. En misschien is de moeilijkste factor bij het verwerken van de omgang met een ruziezoeker is de verwerking van de teleurstelling. Je had een bepaalde verwachting van iemand. En het blijkt dan vervolgens te gaan om een ruziezoeker. En dan ben je teleurgesteld in je verwachting. En misschien ben je ook wel uh, kertszagereinig. Omdat je er zoveel energie in gestoken hebt. In die persoon. Dus ook dat nog. Allemaal weggegooide moeite. En dat verlies accepteren. Een analogie die mij te binnen schiet is: Ik ken een man. En die had bij een kroeg een rekening. En die liep maar op, en die liep maar op. En toen werd er tegen hem gezegd: Ja, je moet, we gaan niet meer bijschrijven op de rekening. Ja. Het is hoog genoeg. Ja, en dan kon hij nog wel een drankje krijgen, maar dan moest het wel contant worden afgerekend. Niet meer schrijven. Nou, dat ging een tijdje goed. En toen zeiden ze op een dag tegen hem van, nou, ja, we kunnen je wel weer een drankje geven voor twee uh, euro. Uh, wat denk je aan, uh, aan die rekening te doen? Want je lost niet af. Ja, nou, maar dat doe ik. Uh, binnenkort uh, kom ik aflossen en uh, ja, uh, nog even een biertje. En, uh... en zeiden ze, nou, oké, okay, dan krijg je vanavond, mag je nog uh, betalen voor je bier? Maar daarna willen we alleen maar geld voor de aflossing. Ja. En toen kwam het moment dat hij daar dus binnenkwam en heel stoer zei van, nou, ja, een biertje graag. En dan ja, nee, je krijgt niet meer. Ja, maar ik betaal gelijk. Ik, ik heb u geld voor een biertje. En hij zei dan, nee, wij tappen niet meer voor jou. Je mag aflossen. Ik krijg geen bier vanavond. Nee, boos, joh. En toen hoorde ik zijn kant van het verhaal. En dat luidde. Van, ja, vroeger kwam ik er nog wel, maar die, die sfeer daar... Hè, die is zo veranderd. Dus... Nee, ik kom er niet meer. Nee, ik kom er niet meer. Dus ik, ik vind die mensen ook niet leuk meer. En, uh, ik ben er al zo lang ook niet meer geweest. Hè. Ik kom er niet meer, een stomme daar. Jojo. joh, en die kroeg is dus die poen kwijt. Dus die rekening die wordt dus, ja, die hebben ze verscheurd. Ritueel doormidden gescheurd, in de prullenmand gegooid. En ik dacht, nou dat is jammer. 150 euro kwijt. Jojo. joh, kijk en dat is dus jij met die ruziemaker. Dus je moet je verlies nemen. Dus je bent een klant kwijt. En je bent de poen kwijt. En eh, die man gaat ook nog eens lelijk lopen praten over, uh, over jou. Wat moeten andere mensen wel niet gaan denken? Hè? Nou, dat geheel, dat verlies, dat moet je nemen. Het is gebeurd. Ze komt nooit meer terug. Een goede vraag van een klant van mij vond ik. Dat Hij zei: We hadden het hier over. Over die teleurstelling in mensen. Hij zei: van, Ja, en wat vind jij nou dat je beste houding is naar, uh, in een nieuwe situatie? Met al die merkwaardige gebeurtenissen uit het verleden. Hoe stap je dan fris en onbevangen een nieuwe situatie binnen? Waar heb ik tegen hem zei: Nou, gewoon fris en onbevangen. Kijk dat je besoden bent. Dat betekent niet dat iedereen een oplichter is. Dus je vertrouwen in een nieuwe situatie mag niet leiden onder. En wat er gebeurd is. En je loopt daarmee het risico dat je opnieuw met je kop tegen de muur aan loopt. Nou, dat is er maar zo. En die man zo luisteren, en die knikte zo, en die zei: ja, ja, ik ben het met je eens. Want zonder vertrouwen, het ging om puur zakelijke dingen, zonder vertrouwen kom je er niet. Je moet niet achterdochtig een project instappen. Dan kan je er beter niet aan beginnen. Ik had een keer een hele grote klant aan de haak. Een project van tienduizenden guldens. Meer dan een ton. Twee ton, drie ton. Veel geld hoor. En er moest er een contract opgesteld worden voor de levering van de software. En toen stelde ik het volgende schema voor. Dat het oordeel over de kwaliteit van de software geheel lag bij de klant. Dus regel 1. De klant bepaalt of de software oké okay is. En de software moet geleverd worden volgens. Die moet voldoen aan, aan de verwachtingen van de klant. En de klant hoeft die verwachtingen niet helemaal in detail helemaal op te lepelen. Wel nee. De klant krijgt wat hij wil. Daar kwam het op neer. Nou, en de klant die krijgt dan een nota als er geleverd is. En als die klant betaalt, als die nota betaald wordt. dan geldt het principe eens gegeven blijft gegeven. Dus denk goed na. Voordat je een factuur betaalt. Want dat geld kan je niet terugvorderen. Nooit niet. Zo. En die man blij joh. Hij was interim manager. Die zei: Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zo'n kort contract. Hoppakee, handtekening, klaar, aan de slag. En werkte geweldig goed. Alles opgeleverd binnen de deadlines. Iedereen blij. In vertrouwen gehandeld. Dus door... Ik beloof dat die software voldoet aan die verwachtingen. Dus ik spreek daarmee mijn, daarmee mijn vertrouwen uit. En het enige wat de klant hoeft te doen... om zijn vertrouwen uit te spreken... dat is... De factuur te betalen. In termijnen dan. En dan ben je klaar. En dan ben je wederzijds afhankelijk van elkaar. En dan heb je een hele grote kans van slagen. Door in vertrouwen te werken en te leven. Geldt voor ieder mens, geldt voor alle situaties. En ja, we worden besoden. Ik ken het verhaal van een man. En die had een vrouw zwanger gemaakt. En hij was heel handig. Uh, die kocht een oud pand in Den Haag. Want ze woonde in Arnhem. En hij had dat pand gekocht en dat ging hij opknappen. En dan tijdens het opknappen er alvast wonen. Hij had het helemaal uitgedokt. Dat kon. En ja, ze hadden een kind. Een leuk kereltje. En op een dag had zij er schoon genoeg van. En ze nam dat kind onder de arm en ging terug naar Arnhem. Waar ze door de gemeente met open armen werd ontvangen. Een leuk huisje kreeg. En hij zag zijn kind niet meer. Nou, toen heeft hij dat pand uh, van de hand gedaan. En is ook terug verhuisd naar Arnhem. Hij woonde toen bij mij in de hoek. Dan kon hij zijn kind zien. En toen uh, kreeg Madame een nieuwe Adonis. Hele mooie lange man. Met van die mooie grote witte tanden. En die heldere ogen. En lekker dik mooi haar. En die deed iets met kunst. Voor de gemeente. Dus die was nog beroemd ook. En toen ging ze met hem samenwonen in Apeldoorn. En dan zat die vader. Die zat dus. Uh, in Arnhem. En dan, ja, Arnhem-Apeldoorn. dat is hemelsbreed niet zo heel ver uit elkaar. Maar zie daar maar eens te komen. Joh, de A1 die, uh, die staat helemaal dicht op vrijdagmiddag. Tenminste, zo stond met die corona-dingen. is het minder. Maar... Ja, die man is uh, compleet besoden met dat. En ja, die man in kwestie, die... die ja. Een hele vriendelijke jongen. En heel actief. Zo'n zo doener. Huizen opknappen. Eigenlijk ja, met marketing kon hij ook heel goed. Samen met zijn vader. En dan zo'n vrouw die. Uh, oh, ik heb er genoeg van. Ik zag die vrouw jaren later nog in het centrum hier in Arnhem. En daar was ze boodschap aan het doen met dat kereltje. Dat zoontje. En daar stond ze, dat kereltje. Ja, een keertje stond zo met afhangende schouders een beetje te kijken naar de puntjes van zijn schoenen. En, en zij er zo overheen gebogen en dan met haar arm zo zwaaien en zo'n opgeheven vinger. Was bij de Free Record shop in het halletje. Dan, ja, daar gaan we dan. Hè. Zoals Sydney Watson zei, uh, I am not going to yell at you because I am not your mother. Dat zei ik ook gisteravond bij, uh, bij Kenny en Mira. Dat in 2005, 2006, een beetje, toen kwam ik erachter dat die aanslagen van 11 september, dat dat theater was. Een soort James Bond film, maar dan uh, met echte doden. En daar was ik heel erg van geschrokken. En in dezelfde periode ontdekte ik dat uh, de moeder van mijn kind niet een beetje apart is, maar kwaadaardig. Apart. En het viel me op dat andere moeders in de buurt uh, ook heel erg apart omgingen met hun kinderen. En wat is dan het ergste probleem? Dat je een overheid hebt die de boel besodemietert? Of moeders in de buurt. Of moeders in de buurt die de boel besodemieteren? Ook vaders hoor, maar. Wat ik gezien heb, betrof het met name vrouwen. Die de meest idiote dingen deden met hun kinderen. Ik heb het meegemaakt dat een buurmeisje bij mijn dochter wilde komen spelen. Dat was dan op dinsdag, haalde ik mijn dochter van school. En ja, bij mij heeft ze een leuke, uh, ruime kamer. Normaal uh, Leuk, toen dan. Uh. En ik vond het altijd goed. En dat mocht nooit van die moeder. Echt nooit. Week in, week uit, hetzelfde tafereel. Ik haal mijn dochter op van school. En ah, kind, ja, dan uh, mag dan die en die komen spelen. Ja, natuurlijk. Dan nou, gaan we even vragen aan die moeder. Nou, dan lopen we naar die moeder toe. En dan kijkt die moeder zo naar mij en de meisjes, Nee, dat mag niet. Nee, ze moest uh, piano studeren. Het kind is de hele dag naar school geweest. Maar het heeft geen vrij. Nu mag het voor mama aan de slag. Het heeft op slotverrekening pas. Uh, ja, zeven uur uh, moeten opletten. Dus uh, ja, daar kunnen we een paar uurtjes bij, dacht ik. En spelen. Huh. Spelen, dat doe je maar als je een baan hebt. Dat is erg hoor. De kinderen er niet uit logeren mochten. Want die moeders zeiden: van, uh, Nee, dat heb ik liever niet. Hij ja, willen ze wel hoor. Dus, uh, mijn moeder vindt het ook wel leuk uh, dat ze uh, ja, logeren. Maar... En uh, mijn kinderen ook wel hoor. Dus, uh, ja, eigenlijk vindt iedereen het leuk, maar uh, ik heb het liever niet. Ja, ik vind toch, het zijn mijn kinderen. En ja, ik heb mijn kinderen het liefste om mij heen. En dat vind ik. Ook uh, een moeder die zei. Uh, de had die moeder geattendeerd dat ze met de kind naar de fysio moest. Want die liep scheef. Die, 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 die liep scheef. En die was toen nog maar zes. Dus nou, er zijn die botten nog. Uh, dan moet je er nu even aandacht aan schenken. En gaan we een fysiotherapeut praten over het uh, soort schoenen. Zo. Nou, had die moeder. Na verloop van tijd inderdaad een afspraak gemaakt bij de visio. En dan vroeg ik een paar weken later aan haar: van, uh, Hoe gaat het eigenlijk bij de visio met, uh, met je dochter? Oh, zei ze. Ja, het punt was ze. De, de derde keer hè, dat we er naartoe moesten. toen ben ik de afspraak vergeten. Glad vergeten. Tja. Ik zei ja. En toen? Ja, zei ze. En toen dacht ik: Nou ja, laat ook maar zitten. Een hele vervelende vrouw is dat. is ook een ruziemaker. Dat weet ik. Die had zijn hele aardige kerel, uh, ja, ik noem dat, voor haar karretje gespannen. En vervolgens uh, die vent van de een op de andere dag gedumpt. Maar ze vond het wel handig dat die man nog wel regelmatig haar kind van school zou halen. Want zij had een baantje en ze kon niet altijd haar kind van school halen. En dat was dan wel de afspraak dat hij dat zou mogen blijven doen. Ja, want dat vond ze wel handig. Een nare vrouw. De moeders die hun kinderen slaan, heb ik ook meegemaakt. Gewoon pets voor de kop. Zielig hoor voor die kinderen. Dus ja, het lijkt wel of de hele wereld uh, net te gek geworden is met ruzie maken. Maar jij en ik zijn niet zo. En wij zijn niet boos op die mensen. We hebben medelijden met ze. En het lot uh, dat hun te wachten staat. Want gerechtigheid is. Snap je? En hoe? Ja, dat weet ik ook niet. De gerechtigheid die zit ergens buiten ruimte en tijd. Dus wij denken in ruimte en in tijd. Dat kan niet anders. Je kan zeggen dat is onze gevangenis. We zitten gevangen in ruimte en tijd. Qua denken dan. En het is voorbij die ruimte en die tijd waar de gerechtigheid vandaan komt. Dus wat wij met, met rechtbanken hebben, dat is een, een soort toneelstukje vergeleken met hoe gerechtigheid is. Het christendom spreekt dan over de dag des oordeels. En iedere mens maakte dat mee. Je leeft je aardse leven uit dankbaarheid. En uit vertrouwen. En hoop. En liefde. Dat is je leven. En je hebt je omstandigheid waarin je dat doet. Ja. Je kan ook zeggen dat als je geboren bent à la Willem-Alexander, dat je dan. Ja, dan heb je het ook niet makkelijk. Want waar moet Willem-Alexander zijn vertrouwen vandaan halen? Ja, toch? Nou, tot de volgende beschouwing. Doei!